Deftingen is herenmeester in de eerste nationale van het minivoetbal. De ongeslagen competitieleider neemt ook in Drongen meteen het initiatief. Een schot van Van der Wattijnen gaat nipt voorlangs. Drongen komt niet in het stuk voor en moet achter de bal aanhollen. Coach De Soo had duidelijk iets anders voor ogen. We hebben de voorbije twee wedstrijden een degelijk wedstrijd achter de rug, waardoor dat vertrouwen groot is en gegroeid is met de weken toe. En ik denk dat we vandaag onze voet naast de Deftingen kunnen zetten. Maar dat lukt niet. Deftingen blijft baas en slaat toe op het einde van de eerste periode. Julius maakt er aan de tweede paal 0-1 van. Ook in de tweede periode krijgen we eenrichtingsverkeer. Drongen kan geen vuist maken, maar komt uit niks toch op gelijke hoogte. Stassens haalt zijn stevige linkerboven en het staat 1-1. Tijd voor wat pep-talk bij Deftingen, maar die mist zijn effect. Het is daarentegen Drongen dat ijzersterk aan de derde periode start. De thuisploeg laat eerst nog een schepcorner onbenut. Maar even later is het dan toch raak. Na een knappe dribbel brengt Stassens Drongen op voorsprong met zijn tweede van de avond. Deftingen is van slag en gaat dan ook nog eens in de fout. Berwouts neemt het cadeau dankbaar aan en zet Drongen op een 3-1 voorsprong. De thuisploeg houdt het houtje stevig in handen en duwt Deftingen nog wat dieper in de ellende. Uitblinker Stassens drijft de score met een schepcorner op tot 4-1. Ik denk dat we ze goed vastgezet hebben langs de twee zijkanten. Dat is zeker de Bilal zeker afgezet. Want dat is wel de veiligste van Deftingen. Dus ik denk dat dat wel de sleutel was, dat we zo de match in handen kunnen pakken. Deftingen kan milderen tot 4-2, maar een herboren Drongen is niet onder de indruk. Het schot van Wijkaard strandt nog op de paal, maar Ingels is goed gevolgd en tikt de rebound binnen. In een spannende slotfase naderen de bezoekers nog tot 5-3, maar met zijn tweede van de avond neemt Berwouts kort voor het einde alle spanning weg. Drongen smeert Deftingen zo zijn eerste seizoensnederlaag aan. Toch is het verlies geen verrassing voor de coach van de competitieleider. Je weet, als je 14 keer op rij met 3 punten of 1 man met een gelijkspel ervan afkomt, dat je steeds dichter bij de eerste nederlaag komt. Sowieso op Drongen mag je er altijd aan verwachten, want Drongen is voor mij nog altijd een van de 3 sterkste ploegen uit de eerste nationale. En als je vandaag weet dat wij eigenlijk 4 spelers moeten vervangen, dat was in 1 match iets van het goede teveel.